weer een man. Ja? Allemaal mannen? Klopt. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ben een leuke, komt hij aan. Oh, ik ben benieuwd. Ach, je meent het. Voorzitter. Ah. Ahmed. Alles goed. Wat leuk om je weer te zien. Fijn. God. Excuus. Wat heb maar je nou aan? Kijk. Schoenen kwijt. Oké. Okay. Een ongelukje gehad. Ach. Maar aan de één voet, de andere voet. Hoeft het... Nee, maar ik dacht... Ik dacht, dat past dan niet. Het is zo, en het is mooi weer. Oké, okay, goed. Hoe gaat het, Khadija? Goed. Mis je me een beetje? Heel erg. Ja? Ja, ik mis je echt. Ja. Dus, ik ben even tussenin gezet, ja, om je te laten ontspannen. Oh, dat komt nog dus iets ergs aan. Dus eerst die Theodor Holman en dan... ja, nou. Dus... Jij bent ook zenuwachtig, zie ik. Ja, want ik heb jou sowieso nooit geïnterviewd. Nee. En ik heb nog nooit, ik heb wel veel verhoren afgenomen. Maar allemaal van mensen die vreselijke dingen hebben gedaan. Maar nooit een lieve, aardige voorzitter geïnterviewd. Mogen we elkaar tutoyeren? Want ja, natuurlijk. Je bent altijd voorzitter van de Tweede Kamer. Wat zeg je? Je bent toch altijd voorzitter van de Tweede Kamer. Dat is ook op zondag. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik was eigenlijk wel een beetje benieuwd naar... Want je, wil je een beetje water? Ja, dat is fijn. Je loopt al een tijdje mee. Ja. En we zagen net ook die filmpjes. Je hebt de zorg voor al die Kamerleden. Ja. En jij en ik hebben gemeenschappelijk dat we allebei voor de overheid werken. Maar ik was eigenlijk, als je zo druk bezig bent met de zorg voor die 150 mensen... Wie zorgt nou eigenlijk voor Khadija? Oh... Een goede vraag. Heb jij trouwens ook altijd al die vragen gehad naar de luize moeder over je naam? Nee. Of die goed uitgesproken wordt? Oh ja. Khadija of ja, Khadija? Ook vooral met schrijven. Ja. Dat is inderdaad. Mensen moeten gewoon moeite doen om namen goed te schrijven. Wie zorgt er trouwens, voor jou? Jij zorgde wel een beetje voor mij toen ik geen voorzitter was. Want Ahmed woont ook in Amsterdam-West. En die heeft een busje. En ik reed altijd mee. Dus ik noemde hem ook mijn snorder. En dan kon ik soms in de auto slapen. En dan zet je mij voor de deur af. Dus ja. Dat is waar. Ik zorg wel goed voor mezelf. Tenminste, dat denk ik. En ik heb natuurlijk ook drie prachtige kinderen. Ik heb drie kleinkinderen. Ik heb leuke vrienden, niet te veel. Vrij overzichtelijk allemaal. Maar je vindt ruimte om naast dat drukke kamerwerk en die inspanningen die daar... Want dat eilt na zo'n debat natuurlijk ook na. Ja. Duurt soms ook heel lang. Ja. Want hoe ziet dat dan eruit? Dat zorgt voor jezelf? Ja, nou, ik probeer een beetje te sporten. Ik lees graag. Ik ga soms naar de film met vrienden. Ik ga volgende week een weekje naar Marokko. Dus zo probeer ik het een beetje te doen. Ja, wat moet je anders? Waar haal je dan... Waar ben je eigenlijk op uit? Nee. dat is misschien... Nee, ik ben nergens op uit. Ik was gewoon heel erg... Ik was gewoon echt oprecht geïnteresseerd in wie er voor de Kamervoorzitter die alle zorg heeft voor al die anderen. Maar wie zorgt er? Ja, ik heb wel lieve mensen om me heen. En want je loopt al een tijdje mee. Je hebt een heel mooi boek geschreven, Couscous op zondag, waarin je veel van je drijfveren ook beschrijft. Eigenlijk vanaf je 15e. Drukdoende met maatschappij, de veranderingen, soms thuis en daarna daarbuiten. Waar haalt Khadija Arib haar energie vandaan? Wat inspireert je? Wat zijn je diepe bronnen, zeg maar, om de moed, de energie, de kracht te vinden om de missie die je al jaren voert, om die elke keer weer voort te zetten? Ja, ik denk dat ik altijd mensen die in hun leven eigenlijk, zoals jij, en dat geldt ook voor jou zeker, en voor mij ook zeker. Wij zijn eigenlijk een generatie die alles zelf moest bevechten. Hè? Dus je krijgt niks cadeau. En dat geldt van jongs af aan, zeg maar, totdat je ergens op een positie terechtkomt. En
ja, en je haalt die energie of de inspiratie niet uit wat ik soms zie bij collega's. Hè? Dat het in de familie zit, of dat je je broers of je vader of je moeder. Dat moet je allemaal zelf doen. En zelf heb ik altijd mensen die in het leven iets hebben meegemaakt en door allerlei tegenslagen toch iets bijzonders hebben kunnen neerzetten. Die zijn voor mij altijd een soort inspiratiebron. Mm-hmm. Dat zijn de mensen waar ik mee ben opgegroeid. Die vrouwen bijvoorbeeld, die ontzettend krachtig waren. Ze konden niet lezen, niet schrijven, maar ze waren zo onafhankelijk en humor en sterk. Maar ook sommige schrijvers. Waarvan ik denk, goh, dat is zo bijzonder iemand. En daar haal je ook soms inspiratie vandaan. Dus bij mij is bijvoorbeeld, want dat herken ik, hè? Ja. Bij mij is bijvoorbeeld geloof een vorm van houvast. Dus het gebed of de stilte momenten. Dat als je inderdaad thuis komt en voor jezelf gaat zorgen. Dat je denkt van, nou, er is iets groters. En een grote spirituele bron, zeg maar, die helpt. Ja. Hoe gelovig ben jij eigenlijk? Nou, dat is dan een onderwerp waar ik niet zoveel over zeg. Oh. Omdat ik dat toch altijd als privé, dat weet jij ook natuurlijk. Ik weet wel dat je wel eens gezegd hebt, je kreeg die harde vragen van, voel je jezelf moslim? En toen antwoord je van, ik ben seculier. Ja. Ik vraag het ook omdat het natuurlijk ook gewoon een heel actueel onderwerp is. Ja. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd van hoe je daar zelf in staat. Ja. Het is natuurlijk privé, maar het doet natuurlijk wel iets met de persoon Ghadija Ariep. Ja, kijk, voor jou is dat inderdaad het gebed. Maar voor mij is het ook rust, dat ik een mooi boek lees en dat zegt niks over je islamitische achtergrond, want daar ben ik mee opgegroeid. Daar ben ik ook mijn moeder, mijn nichten, mijn neven enzovoort. En dat is ook een deel van mijn identiteit. En voor de rest denk ik, weet je, met zo'n vraag creëer je eigenlijk een soort niet tegenstelling, maar als je gaat bidden en geloof als inspiratiebron, dan heb je... Voor jezelf, hè, persoonlijk. Maar iedereen doet dat op eigen manier. Ja, dat klopt helemaal. Maar daarom was ik heel erg benieuwd naar hoe Ghadija Ariep dat persoonlijke, zeg maar, beleeft en ervaart. Ja. Zonder daar een oordeel over te hebben natuurlijk. Nee, maar ik probeer mezelf ook te dwingen om soms echt gewoon helemaal niks. Dat ik gewoon alleen thuis ben en ook gewoon iets mooi iets doe of lees. Het lukt niet altijd. Het is, zoals je zelf ook weet, als Kamerlid werk je ook heel hard. En als voorzitter ook. Maar tot nu toe is het... Lukt het wel, laat ik het zo zeggen. Was die vraag zodanig intiem dat je het ook te ver gaat, te ver vindt gaan om te zeggen, ik ben moslima? Het gaat niemand wat aan eigenlijk. En ik vind dat, dat heb ik altijd gezegd. Ik wil niet in een hokje, of ik nou geloof of niet geloof. Dat is mijn zaak. En verder... wil ik daar gewoon niks over zeggen. Ook niet tegen jou. Ook niet als het... Hoe lief ik jou ook vind. Maar goed, of je nou wil, of neem een slokje water. Dank je wel. Of je het nou wil of niet, je blijft natuurlijk wel uniek, hè, met jouw achtergrond. Marokkaans, cultureel achtergrond. Je eigen persoonlijke geschiedenis. Dat inspireert natuurlijk heel veel mensen ook om zich in te zetten, iets te maken van hun leven. Maar daarbij speelt natuurlijk ook dat we in de samenleving zien dat heel veel moslima's bijvoorbeeld, vrouwen waar jij ook voor opkomt, zich continu de vraag stellen van, kan ik nou met mijn geloof ook bijvoorbeeld kamervoorzitter worden of niet?
In een tijd waarin dubbel nationaliteit en loyaliteit discussies natuurlijk weer opkomen. Ja. Dan zou het natuurlijk wel kunnen inspireren om die doelen die je voor ogen hebt ook te bereiken. Nee, maar dat weet ik ook. En ik heb gelukkig ook heel veel contact met meiden uit verschillende culturen, maar ook met een islamitische achtergrond. Die het juist heel inspirerend vinden dat ik als Kamervoorzitter met mijn achtergrond, en ik vertel ze ook over mijn ervaringen, over tegenslagen die ik ook heb meegemaakt, ook op de arbeidsmarkt, dat ook niet makkelijk lukt soms om ergens terecht te komen. Dus dat deel ik graag ook met ze. En natuurlijk is het zo dat het juist in een land als dit land, waar religie eigenlijk gewoon grondwettelijk is, gewoon vastgelegd, dat vrijheid van religie. Dus ook meiden met een islamitische achtergrond hebben dezelfde kansen. En als ze die kansen niet krijgen, moeten ze het gewoon nemen om iets aan hun positie te doen en om ook hun dromen na te streven. Ja, tegelijkertijd het maakt niet uit of zij een islamitische achtergrond. En natuurlijk weet ik als geen ander welke vooroordelen er zijn, hè, over meiden met een islamitische achtergrond. Maar dan nog is dat, geef ik ook mee van, laat je daardoor niet belemmeren. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk twee kampen. Hè? Ook politiek. Ja. Ik ga het niet over partijpolitiek hebben, want dan komen we misschien niet uit, maar vanwege de rol. Maar je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk islamisten, bijvoorbeeld salafisten, die het geloof gebruiken om mensen eigenlijk een hoop te ontnemen. Die vinden niet dat ik voorzitter mag worden. Dus die zouden het ook nooit goed vinden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen die zeggen, zolang je moslim bent, daar kun je eigenlijk nooit goed aarden in deze samenleving. Want dan kun je niet functioneren. En dan is het toch wel heel erg, denk ik, helpt het als je als Kamervoorzitter met de achtergrond, als rolmodel ook voor heel veel mensen. Misschien die twee kampen wel, dat je richting geeft voor de mensen. Niet die het salafistische kamp, maar die ene kamp. Ja, maar goed, misschien kun je die salafisten ook overtuigen, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik dus niet. Nee, maar ik denk dat is vanzelfsprekend dat ik meiden hoop ik. Ik heb altijd iets gehad, ik wil geen voorbeeld zijn, maar dat beslissen ze niet zelf. Precies, zij zien je als voorbeeld en ik hoop echt zij zich... Ja, niet laten wegzetten. Ja. Maar één ding, één zin. Want kijk, dat ik als Kamervoorzitter met mijn achtergrond, er is één partij, dat werd al genoemd, Denk had nooit mij gewild als Kamervoorzitter. Dat is ook een partij die een islamitisch achtergrond. Dus ik probeer ook uit die religie een beetje weg, want dat zegt niet zoveel. Öztürk heeft gezegd, ik heb liever Martin Bosma dan Khadija Arib. Dus in die zin denk ik, daarom heb ik altijd een beetje moeite met, zodra het religieus getint wordt. Zo, oké, dank je wel. Ben je er nog? Ja. Oké, dan zie ik je zo.